Recreatie Noord-Holland. Recreatie Noord-Holland. Dat klinkt best relaxed, toch? En ergens is het dat ook. Wij van Recreatie Noord-Holland zorgen ervoor dat er 5300 hectare ruimte is voor iedereen die wil recreëren. Dat is mooi om te doen. Maar relaxed? Nee, dat is het niet altijd. Het kan juist behoorlijk ingewikkeld zijn. Laten we nog even eenvoudig beginnen. We werken in 5 recreatieschappen. Maar we besturen ze niet. Dat doen de 22 gemeenten waar de recreatieschappen in liggen, samen met 2 aangrenzende gemeenten. En dan is er natuurlijk de provincie Noord-Holland. De provincie coördineert recreatie en natuur in de provincie, betaalt het meeste geld en zit dus in het bestuur van 4 recreatieschappen. Nou ja, het bestuur. De recreatieschappen hebben ieder een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een adviescommissie. In de adviescommissie zitten ambtenaren van verschillende gemeenten. De adviescommissie stelt plannen voor. Het dagelijks bestuur behandelt die plannen en uiteindelijk neemt het algemeen bestuur de beslissing. De algemene besturen vergaderen 2 tot 4 keer per jaar en de dagelijkse besturen, zoals het woord al zegt, vergaderen ook 2 tot 4 keer per jaar. Daarom zijn wij van Recreatie Noord-Holland elke dag bezig met de recreatiegebieden. Wij proberen ervoor te zorgen dat de samenwerking tussen al die verschillende partijen gesmeerd loopt en we werken in de recreatieschappen natuurlijk. Even een tussentijdse samenvatting. Er zijn 5 recreatieschappen die dus in 22 van de 24 besturende gemeenten van de provincie Noord-Holland liggen. Een stuk of 100 adviesambtenaren en 25 bestuurders maken plannen over wat er daar moet gebeuren. Maar dan zijn we er nog niet. Uiteindelijk zijn het de gemeenten die beslissen. De bestuursleden van de recreatieschappen moeten de plannen voorleggen aan de verschillende gemeenteraden van de gemeente waarin de recreatieschappen liggen. Soms gemeenten waar ze zelf wethouder zijn. En de plannen gaan pas door als alle gemeenteraden ze goedkeuren en willen financieren. Oh, en had ik al verteld dat de grond van de recreatieschappen grotendeels eigendom is van Staatsbosbeheer, maar het bemoeit zich niet met het bestuur. Het heeft de grond verpacht aan de recreatieschappen. Juristen noemen dat bloot eigendom, als iets je eigendom is, maar je hebt er weinig of niets over te zeggen. In dit geval heeft Staatsbosbeheer dus bloot eigendom over bijvoorbeeld het Naaktstrand in Twiske. Dus, er zijn een stuk of 100 ambtenaren en 25 bestuurders die plannen maken en goedkeuren. Die plannen worden dan voorgelegd aan 22 gemeenteraden en worden pas uitgevoerd als de provincie en alle gemeenteraden van de recreatieschappen goedkeuren. Dit voor elk van de 5 recreatieschappen, waarvan 3 op grond van Staatsbosbeheer, die verdeeld zijn over 22 gemeenten van de provincie Noord-Holland. En als dat lukt, dan voeren wij van Recreatie Noord-Holland die plannen uit, zodat u gewoon naar onze schappen toe kunt komen om lekker te recreëren. Of, nou ja, dat gaat natuurlijk niet zomaar. Want sommige mensen houden van vossen en anderen houden van vogels. Maar vossen houden ook van vogels. Sommige mensen vinden vissen leuk, anderen vinden vissen leuk. En er zijn mensen die vooral van vis houden. Ook komen er mensen die willen kanovaren, mountainbiken, skileren, paardrijden, zwemmen, kamperen, verjaardag vieren, bootcampen, mediteren, barbecuen. Allemaal tegelijk, ja? En trouwens, voor de een is dit recreëren, voor de ander dit. Mensen, relax. Is er geen plek waar we even rustig kunnen bijkomen? Ja, bijvoorbeeld. Of je nou recreant bent of bestuurder, eigenlijk is het niet zo ingewikkeld. Als iedereen elkaar wat ruimte geeft, is er ruimte voor iedereen.